Iets wat we telkens vaker tegenkomen, dat zijn open relaties. Maar wat is een open relatie eigenlijk? Nou, open relaties zijn er in verschillende maten en vormen. Maar wat de belangrijkste overeenkomst is, is dat de partners binnen een relatie ervoor kiezen om niet exclusief monogaam aan elkaar te zijn. Er worden afspraken gemaakt tussen de partners over wat is toegestaan in het contact met anderen. Voor sommige mensen betekent dit dat als er een keertje seksueel contact is met een ander, dat dat dan oké is, dat het dan mag, dat dat niet ten koste zal gaan van hun eigen relatie. Maar voor andere partners betekent dit dat ze relaties mogen hebben met andere mensen. Of dat er puur en alleen fysieke relaties mogen zijn met andere mensen. Dus het verschilt per stel wat een open relatie precies betekent. Het gaat echt om de afspraken die de partners in zo'n geval samen maken over wat is toegestaan binnen hun relatie. Het vervelende is alleen dat voordat jij weet wat voor jou en je partner een fijne manier is om meer openheid binnen je relatie te hebben, is dat het vaak tijd, meestal echt wel jaren, kost voordat je weet wat voor jullie werkt. En ook vervelend is dat je daar pas achter komt op het moment dat je onprettige ervaringen hebt, waarop je dus aan kan geven bij elkaar van hey, weet je hoe dit is gegaan, dat werkt niet voor mij, laten we het op een andere manier proberen. Dus een open relatie, dat manifesteert zich op verschillende manieren. En het is vooral belangrijk dat jullie het erover eens zijn over wat bij jullie past.